Wat gaat hier gebeuren? We maken een voorstelling met Collectief Wezen. Dat is een muziek performance groep waarmee ik locatiespecifieke voorstellingen maak met klank en tekst en keramiek en ruimte dus. Dus het is heel erg gevormd door de plek. En komende zondag, 14 januari, is hier de voorstelling in de Kolkschool. Wezen heet de voorstelling. Waarom in de Kolkschool? Het is een voorstelling die gaat over ruimtes en over plekken die iets niet meer zijn. En ook over aanwezigheid en wat daar dan nog leeft eigenlijk. En de Kolkschool is dat heel erg natuurlijk. Een plek die iets niet meer is. Dat is een school geweest en een buurthuis en een podium en een peuterspeelzaal. En heel veel verschillende dingen. En nu gaat het iets nieuws worden. Appartementen. En ik heb ook zelf een geschiedenis hier. En ja, het leek een mooie plek en het kan. Dus het is heel, ik ben heel blij dat dat gaat gebeuren. En wat is je relatie met het pand? Mijn opa en oma die zijn hier in de jaren 50 naartoe gekomen om les te geven. Dus als onderwijzers. Toen was dit nog een school ook. Dat is eigenlijk ook de reden dat ik hier in Almelo ben opgegroeid. Of zij zijn daarvoor naar Almelo gekomen. En toen van 2007 tot 2021 heeft mijn vader hier afwisselend een atelier en podium gehad. Ook hier in deze ruimte was het podium, Paco Plumtrek. En dat gaat zo. We zijn hier trouwens in de Kolkschool. De Kolkschool komt ook nog voorbij in dit nummer. En dat is omdat mijn moeder hier les heeft gegeven. Dus daar heb ik heel veel tijd doorgebracht ook zelf. Dus nu als derde generatie hier iets doen, dat voelt heel bijzonder. Ogen dicht, dan ben je weer terug. De koeien die staan buiten in de wei. Als in een film, je had nog nooit een film gezien. Met elkaar op de boerderij.